Yes, dames en heren, super leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe update video. Allereerst druk natuurlijk eventjes op het duimpje omhoog. We gaan alweer voor de 3000 likes. Hopelijk kunnen we dat hitten. Abonneer natuurlijk eventjes op ons kanaal om helemaal niks meer te missen over Fortnite. En je kunt natuurlijk ook ons supporten in de itemshop met de code Teveelgevraagd als je dat zou willen. Wie onze code ook heeft gebruikt is Klaas Jan de Jong. En Teveelgevraagd, ik heb deze twee dansjes gekocht met de zak Teveelgevraagd. Jullie zijn de allerbeste. Ik hoop dat ik iets win. Hey, Klaas de Jong, heel erg bedankt dat je onze code hebt gebruikt. Echt dikke vette shout-out naar jou. En je hebt inderdaad iets gewonnen, namelijk 1000 V-Bucks. Goed jongens, laten we snel doorgaan naar het eerste topic. Ik heb namelijk, interessante topics. En het eerste topic gaat over de update van gisteren. Gisteren hadden we natuurlijk de V9.21 content update. En de PC-gebruikers, de PlayStation-gebruikers, de Xbox-gebruikers, de Switch-gebruikers, die waren best wel blij. En Android-gebruikers trouwens ook, behalve de iOS-gebruikers. Namelijk de iOS-gebruikers konden pas in de avond of nacht, eigenlijk wanneer ik de video opneem nog steeds niet, konden ze pas updaten. Dus dat was best wel erg. Echt ongeveer 12 uur lang hebben ze moeten wachten. En ja, dat heeft een reden. Dat komt niet door Fortnite zelf, maar dat komt door Apple. Apple moet namelijk de update handmatig bekijken, wat ik al zei. En duurt wel extreem lang. Hier moeten ze echt wat anders op verzinnen. Misschien moeten ze de update vooraf sturen naar Apple. En dat ze dan exact op hetzelfde moment alle servers weer online kunnen gooien. Lijkt me aan de ene kant beter. In ieder geval heel erg naaiend natuurlijk voor iOS gebruikers. Maar het is niet anders. In ieder geval de 9.21 update was wel dikker dan verwacht. Laten we doorgaan naar het volgende topic. En dit, mensen, gaat ook deels over de update van gisteren. Maar het gaat voornamelijk een beetje over de toekomst van leaken. Leaken gaat extreem lastig worden waarschijnlijk. Want wat heeft Epic Games sinds Season 9 gedaan? Ze kunnen nu gebouwen encrypten. En wat betekent dat? Nou, we wisten natuurlijk in Season 8 dat Tilda Towers eraan ging. Dat Rita Rowe eraan ging. En hoe wisten we dat? Nou, de files waren gevonden van die steden. Dus het was in de files gevonden dat het helemaal kapot was. Wat kan Fortnite nu dan doen? Ze kunnen het encrypten. Dus dat betekent dat niemand erbij kan. En ze kunnen het een half uurtje of een kwartiertje van tevoren dat het gaat gebeuren, kunnen ze het niet meer encrypten. Dus dat betekent dat wel iedereen het kan zien. Dus dat betekent dat we ongeveer waarschijnlijk een kwartiertje of een half uurtje van tevoren constant pas kunnen bekijken wat er gaat gebeuren. En dat betekent ook dat leaken steeds minder en minder wordt. We hebben het al gezien met de skins dat ze dat hebben gedaan. Nu gaan ze dat ook doen met de gebouwen. Ze willen alles geheim houden. Natuurlijk, ze zullen nooit alles encrypten, omdat leaken ook een soort van hype met zich meegeeft. Maar Fortnite gaat gewoon zelf bepalen uiteindelijk van oké, dit willen we naar buiten hebben gebracht, dit willen we niet naar buiten hebben gebracht. Dus ja, ze hebben veel meer in de hand. En dat is heel erg jammer natuurlijk, omdat ik eigenlijk al tijden van tevoren wil weten wat er gaat gebeuren. Maar hey, het is jammer genoeg niet anders. Waarschijnlijk in de toekomst wordt er nog meer geencrypt. We zien het steeds meer en steeds meer. Dat is aan de ene kant wel heel erg jammer. Laten we doorgaan naar het volgende topic. En dit, mensen, gaat over nog een map change. Namelijk, de Rock Family is weer van plek veranderd. En dit keer weten we niet meer waar ze zijn gebleven. Jullie zien het ook op dit plaatje. Hier stonden de mannelijke en de vrouwelijke stenen statue, zeg maar. Alleen, ze zijn weg. En waar ze nu heen zijn, ik heb geen idee. Ik heb ze in ieder geval niet kunnen vinden. Waar dat kindje is, dat weet ik op dit moment ook niet. Volgens mij staat hij nog op dezelfde plek. Maar in ieder geval, de grote mannelijke en vrouwelijke variant, die zijn gewoon verdwenen. En ik denk dat ze wel weer terug gaan komen. Maar misschien zijn ze gewoon eventjes... misschien zijn ze wel aan het zwemmen in de zee. Oké, dat zal ik niet doen als ze stenen zijn. Maar oké, laten we snel doorgaan naar het volgende topic. En dit, mensen, gaat over John Wick. Welke skin is nou John Wick? Is het de rechter of is het de linker? De rechter kwam natuurlijk uit in Season 3. En dan moest je tier 100 worden en dan kreeg je de Reaper skin. Dit was nooit officieel een John Wick skin. Maar iedereen zag het een beetje als de John Wick skin. Omdat hij er wel redelijk op leek. En nu is het eigenlijk geconfirmed. Is dit de bedoeling geweest van Fortnite, ja of nee? Blijkt van niet. Aangezien Donald Musser dat heeft laten weten in een soort van interview. Hij heeft laten weten dat het nooit de bedoeling was om hem op John Wick te laten lijken. Maar dat mensen dat gewoon zo zagen. En degene die John Wick speelt in het echt werd regelmatig aangesproken met het feit van... Hé, jij bent toch van Fortnite? En hij ging kijken en hij dacht... Hé, ik lijk hier helemaal niet op. Waarom zeggen mensen dit?
En toen heeft hij Epic Games eigenlijk gecontacteerd. Zo van, oké jongens, mensen zien nu de Reaper als John Wick, maar we moeten dit beter doen. En zo kwam eigenlijk ook een beetje de John Wick 3 samenwerking voort. Want ja, nu hebben we wel een daadwerkelijke John Wick skin in de game. Maar goed, heel erg grappig hoe dat is gelopen. Het was dus nooit de bedoeling geweest van Epic Games, maar iedereen blijft het gewoon zeggen. Hey, daar is een John Wick skin, kill hem, kill hem, kill hem. Zo gaat dat eigenlijk altijd in iedere game wel. Laten we doorgaan naar het volgende topic. En dit, mensen, gaat ook over Donald Mustard. Namelijk, Donald Mustard heeft zijn banner veranderd. En hij heeft ook zijn locatie veranderd. En dit is best wel huge, denk ik. Aangezien dat hij zijn banner heeft veranderd, dat doet hij eigenlijk nooit. Hij had hiervoor eigenlijk altijd een soort van simpele banner, waar je hem zag zitten met anderen praten. Heel erg professioneel. Maar nu heeft hij dus een banner van dus het vliegende Rune Island. En wat gaat dit betekenen? Gaat dit terugkomen? Of what's going on? We weten het niet. In ieder geval, zijn locatie is ook veranderd dus naar Circling. En wat betekent dat? Nou, Circling heeft waarschijnlijk wat te maken met het monster wat nu in de zee zwemt. En ik denk dat hij om het hele eiland heen gaat. Dus het gaat nog een tijdje duren voordat we misschien wel het monster gaan zien. In ieder geval, op dit moment is dus het monster om het eiland aan het zwemmen. Het is gewoon oppassen. We moeten opletten waar dat monster is. Als jullie het zien, laat het ons direct weten. Goed jongens, laten we doorgaan naar het volgende topic. En mensen, dit gaat over een nieuwe samenwerking. We zagen natuurlijk al sinds het begin van Season 9 een kleine samenwerking samen met Stranger Things. Namelijk in de shopping mall is een ijszaak te zien, namelijk Scoops Ahoy. Je ziet hem hier ook in beeld. En deze komt ook voor in die serie. Dus we dachten al van, hey, is dit een samenwerking, ja of nee? Ik heb het daar eerder namelijk over gehad. Maar nu blijkt het inderdaad confirmed te zijn. Namelijk op de E3 is aangekondigd door Netflix dat er meer gaat komen van Stranger Things in Fortnite. Dus een samenwerking kunnen we sowieso verwachten. Of eigenlijk is het al een beetje gaande. En was de ijskozaak een beetje een teaser hier naartoe. Dus ja, het gaat echt heel erg dik worden, denk ik. Een beetje hetzelfde misschien wat we hebben gezien bij de John Wick 3 film. Daarbij kregen we bijvoorbeeld een skin, we kegen een pickaxe, we kregen een backbling, we kregen een wrap. Nou, zoiets kunnen we ook gaan verwachten bij deze samenwerking. Het is nog eventjes afwachten wat we precies gaan krijgen. Misschien wel meer map changes, maar misschien dus ook inderdaad items voor in de item shop. Misschien wel gratis items, misschien wel challenges. Dat weet ik niet, maar dat er meer gaat komen, dat is geconfirmed. En damn, ik kan niet wachten. Een nieuwe samenwerking dus. Fortnite x Stranger Things. Laten we doorgaan naar het laatste topic. En dit, mensen, gaat over iets, ja, iets best wel chockerends, namelijk Dr. Disrespect. Een streamer die niet alleen Fortnite streamt, maar hij streamt regelmatig Fortnite. Hij is verbannen. En Dr. Disrespect is een streamer die, ja, ik denk dat velen van jullie hem wel kennen. En hij is gewoon verbannen van Twitch. Een van de grotere streamers op Twitch. En hij is verbannen. Met welke reden? Nou, hij ging tijdens de E3 ging die in real life streamen. En dat was zijn eerste in real life stream. En het ging gelijk mis. Hij ging namelijk streamen bij de wc-hokjes. En dat mag niet op Twitch. Dus met die reden is hij verbannen. Ik weet niet voor hoe lang hij is verbannen. Waarschijnlijk niet permanent. Maar dat hij eventjes moet wachten voordat hij weer zijn account kan gebruiken. Ja, ik denk dat dat wel eventjes gaat duren. Ook als je nu naar zijn account gaat, dan zie je een error. Dus je kunt ook niet naar zijn Twitch-pagina. Maar dit is echt heel erg zuur voor hem natuurlijk. Hij wist het niet. Anders had hij dit denk ik ook niet gedaan. Ik weet niet. Toevallig keek ik op dat moment live. En ik dacht dan van, hé, is dit niet een beetje risky? Als iemand voor de grap omdraait of zo, dan word je ook verbannen. Omdat je dan, ja, 18 plus dingen ziet, snap je? Dus ja, ik vind het aan de ene kant wel terecht. Want ja, het zijn de regels. Aan de ene kant ook heel erg jammer. Want ik vind zijn streams altijd geniaal om te kijken. Goed jongens, dit was het voor deze video. Ik hoop dat jullie het weer super tof vonden. Laat dan natuurlijk eventjes een blauw duimpje omhoog achter. We gaan dus voor die 3000. Abonneer natuurlijk eventjes op ons kanaal. Om helemaal niks meer te missen over Fortnite. En als je zo wil, kun je natuurlijk ons supporten in de item shop. Met de code te veel gevraagd. Mensen, geniet nog eventjes van de gameplay hier in beeld. En tot de volgende video. Peace out.